Zo, na 4 jaar gaat het dan eindelijk beginnen. We mogen Rookburg in. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. We gaan kijken. We lopen nu naar de tunnel ertoe. En daar komen we. Kijk. Het ziet er nog eens mooi uit. Yes, mijn naam is Fuad en vandaag ben ik in Fantasieland. En dat kan maar één ding betekenen, we zijn hier namelijk voor Keizer Riksha. Nee, tuurlijk niet, we komen hier maar voor één ding en dat is natuurlijk Fly. En hoe dat eruit ziet, dat zie je nu. Ja, en we zijn aangekomen in Fantasieland. Het is nu ongeveer 9:30 geweest, dus we zijn lekker op tijd hier. En vandaag gaan we natuurlijk Fly testen. Het is een soft opening, dat betekent dat hij nog niet officieel geopend is. Dat houdt ook in dat Fly zomaar gesloten kan worden. Dus mochten er technische problemen zijn, dan kan hij zomaar dicht zijn. Maar daar gaan we niet vanuit. De afgelopen dagen dat hij open is, hij is sinds donderdag open, heeft hij nog storingsvrij gedraaid. Dus dat gaan we vandaag ook hopen. Fly zal vandaag later open gaan. Die zal nog niet in het begin om 10 uur gelijk open zijn. Dus we gaan gewoon beginnen met Taron. Dat is natuurlijk ook nooit verkeerd. De ochtend kan je vaak beginnen met vogelgeluiden, maar ik vind het geluid 's ochtends van een gelanceerde Taron toch veel beter om mee wakker te worden. Fly is nu geopend als soft opening, dus dat betekent dat ze 's ochtends er nog aan het werk mee zijn in het gebied in Rookburg om nog alle laatste dingetjes af te maken. Dat betekent ook dat Fly later open gaat en nu nog niet geopend is. De afgelopen dagen ging Rookburg, het gebied waar Fly in is, ging om 12 uur open. Dus ik hoop dat het vandaag ook gewoon zo zou zijn. Maar we wachten af. Er staat voor Rookburg, voor de ingang van Rookburg, staat al wel een rij. Voor de mensen die al wachten. Het is nu 10:30, dus dat zou betekenen dat je nog 1,5 uur minimaal moet wachten om Rookburg in te gaan. Maar ja goed, het is natuurlijk een hele mooie uitbreiding en wel de moeite waard om daar zo voor te wachten. Het is 11:30 nu, dat betekent nog 30 minuten en dan gaat Rookburg open. Ja, de wachtrij die zal best aan toenemen, dus wij gaan nu ook in de wachtrij sluiten, zodat wij dadelijk ook vrijwel direct naar binnen kunnen. En ik ben super benieuwd, ik kan niet wachten tot het open gaat. En in Berlijn staat de wachtrij nu momenteel hier helemaal, met een hele zigzag. Dus er staan behoorlijk wat mensen nu al te wachten om naar binnen te mogen. Maar vanaf de afgelopen dagen wat ik heb gehoord is dat het wel redelijk snel naar binnen is. En dat de capaciteit van onder andere Fly ook heel hoog is. Dus ik denk dat we wel redelijk snel naar binnen kunnen gaan. Inmiddels staan we nog in de wachtrij voor Rookburg. We hebben wel meegekregen dat hij niet om 12 uur, maar in ieder geval om 10:30 open gaat. Ik hoop ook dat dat tijdstip aangehouden wordt en dat we zo snel mogelijk erin kunnen. En inmiddels is het 10:50 en de wachtrij van Rookburg die begint te lopen. Dus dat is goed nieuws. Dat betekent dat hij waarschijnlijk open is en we hem snel naar binnen mogen. Zo, na 4 jaar gaat het dan eindelijk beginnen. We mogen Rookburg in. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. We gaan kijken. We lopen nu naar de tunnel ertoe. En daar komen we. Kijk. Het ziet er nog eens mooi uit. En we zijn er, Rookburg, na 4 jaar. De eerste indruk van Rookburg is al fantastisch. We zien Fly al leeg over ons heen vliegen. Maar het ziet er nu al fantastisch uit. Dus we gaan snel naar binnen de wachtrij in. Want ik ben super benieuwd naar Fly. We'll be right back.
Zo, en dat was van het eerste ritje voor mij in Fly. Mijn eerste flying coaster ooit en dan ook gelijk zo'n geweldige achtbaan. Dat is echt een unieke ervaring. Je vliegt over Rookburg heen. Want voor de mensen die niet weten wat een flying coaster is. Bij een flying coaster zit je niet in de baan. Je hangt er ook niet onder. Maar je vliegt als het ware. Dus je ligt echt en dan ga je door het gebied heen. Echt een unieke ervaring. En ook deze heeft twee lounges. En vooral in de lounges word je echt gewoon helemaal omhoog gedrukt. Dit is echt een hele unieke ervaring en echt een toffe achtbaan. Daarnaast ook super aangekleed, dat zijn we natuurlijk ook wel gewend van Fantasia dan. Dus kortom, je moet deze achtbaan echt zeker aan doen. Ja, en deze flying coaster is gebouwd door Vekoma. Dat is natuurlijk een Nederlandse achtbaanfabrikant uit Limburg. Vekoma is niet de eerste flying coaster die ze gebouwd hebben. Ze hebben inmiddels in de afgelopen jaren 7 verschillende flying coasters gemaakt. Alleen is dat nu inmiddels wel 10 jaar geleden. En dit is een nieuwe generatie flying coasters. Wat hier ook uniek bij is, is dat je eigenlijk niet zoals andere flying coasters naar achter gekanteld wordt in het station en je staand in moet stappen. Maar hierbij ga je gewoon zitten net als een normale achtbaan. En hierbij krijg je eerst een aantal dark ride scènes en dan pas word je naar voren gekanteld, waardoor je echt komt te liggen. Dit is ook de langste flying coaster en deze flying coaster heeft ook launches, wat hem ook echt gewoon uniek maakt. Hier in Europa kennen wij ook niet echt heel veel flying coasters. De enige flying coaster die er een beetje aan toe doet hier in Europa, dat is Galactica of Air in Alton Towers. En die is gebouwd door BNM. Maar met deze flying coaster zet Vekoma zich echt wel weer heel goed op de kaart. De vloer is nu geëindigd met een beste schoenwerk. Voor ons in het schoenwerk erhalten ze een hoogmodernes aanbod. Wichtig, dieses Armband müssen Sie bis zur Landung um das Handgelenk tragen. Bitte begeben Sie sich jetzt in den Schließfächer. Ein freies Schließfach erkennen Sie am grünen Lämpchen. Es öffnet sich, sobald Sie mit der Hand auf die Tür drücken. Dazu gehört alles, auch Ihr Handy, Schlüssel, Geldbörse und Brille. Die Schließfachtür schließt dann automatisch. Halten Sie Ihr Armband an das grüne Lämpchen Ihres Schließfaches. Sobald das Lämpchen rot leuchtet, ist Ihr Schließfach verschlossen. Starten Sie Steuerung sicher. Nou, vanaf hier kan je niet meer filmen, want hier krijg je een bandje voor een kluisje. Dus hier moet je alles gaan opbergen. In de wachtrij van Fly krijg je een bandje. Met het bandje kan je hier in de kluisje je tas opbergen. Het werkt eigenlijk heel makkelijk. Alle losse voorwerpen moeten uit je zak. Als je je tas in de kluis hebt gedaan, is er ook een metaaldetector waar je doorheen moet. Voor het geval je nog enige voorwerpen in je zak hebt. Dus echt alles moet er ook uit hier. En mocht je nou je nummer vergeten zijn na afloop van de rit, dan hebben ze hier ook natuurlijk een display waarbij je bandje er tegenaan kan houden en ziet welk nummer je hebt van je kluisje. Dus geen zorgen, je kluis weet je altijd te vinden. Yes, en we komen net uit het tweede ritje alweer van Fly. Echt een fantastische coaster, dat blijft het. De ervaring is wel net iets anders. Als je hem voordoet of wat meer naar achter. Voor heb je gewoon meer airtime, vooral bij de eerste en de tweede lounge. Waarbij je echt gewoon helemaal los komt van je stoel. Achterin heb je gewoon wat meer ervaring bij de inversies. Dus die duren net wat langer als je achter zit. Welke net beter is. Ik vind frontrow gewoon beter, ook omdat je gewoon veel meer ziet vooraan dan dat je het achter ziet. Wel moet ik eerlijk zeggen, dit is de eerste flying coaster die ik ooit doe. En ik moet zeggen, mijn lichaam kan daar wel wat minder goed tegen. Normaal gesproken als ik naar de achtbaan ga, daar kan ik wel in blijven gaan. En daar word ik niet snel duizelig of misselijk van. Ik moet zeggen, ik heb deze nu 2 keer achter elkaar gedaan en ik merk het wel dat ik kan hem niet te vaak achter elkaar doen. Omdat de ervaring is gewoon heel anders, omdat je vooral de inversies, daar merk ik gewoon dat mijn lichaam kan daar wat minder tegen. Maar dat is denk ik ieder voor zich. Ik heb dat gewoon wat sneller, daarom ga ik ook niet snel in. Attracties die heftig draaien, bijvoorbeeld zoals Talokan, daar ga ik niet snel in. Maar dat heb ik in ieder geval ervaren. Desondanks is het wel echt een toffe coaster. Het gebied ziet er weer super uit. En wat we gewend zijn met bouwwerken als Black Mamba, Chiapas en Taron, is dat het gebied gewoon echt volledig
verstopt ligt en gewoon echt uniek ontworpen is. Dus dit is echt een hele grote aanwinst voor Fantasialand. Hier hebben ze gewoon weer echt een stap mee vooruit gezet. Dit is dan Emily's Chocolate & Candy Werkstatt. Een van de horecapunten hier in Rooksburg. Hier binnen kan je allemaal chocolade en snoep vinden. Dat kan je hier uit deze automaten halen met een beker. Het ziet er enorm lekker uit en de lucht hier is ook ontzettend lekker. En dat is best een toffe winkel eigenlijk hoe ze dat hier hebben ontworpen. Ik denk dat de chocoladeliefhebbers hier wel tot z'n recht zullen komen, want hier wordt alles van chocola gemaakt. En het ziet er echt enorm lekker uit. En ze verkopen hier ook speciale chocola gethematiseerd naar het gebied. Dus ze hebben hier het chocola in het logo van Fly. En ook van Charles Lindbergh, het hotel en Rooksburg. En ook worden hier vers, ja, het lijken eigenlijk chocoladepizza's gemaakt. Wat ook super lekker eigenlijk uitziet. En in de Emily's Chocolate & Candy Werkstatt kan je ook dit chocola kopen in de vorm van het logo van Fly. Eigenlijk ziet het er gewoon veel te lekker uit om op te eten. Ik wil het eigenlijk wel bewaren, maar ik ga het toch stiekem even proberen. Wat verder hier ook in Rookburg te vinden is restaurant Uurwerk. Dit is het menu bij Uurwerk. Dat varieert van burgers, maar ook pokeballs, pasta en verder nog allemaal lekkere dingen. De prijzen vallen best mee, variërend van ongeveer 14, 15 euro tot ongeveer 20, 25 euro. Is natuurlijk wel iets meer als normaal wat pretparkmaaltijden kosten. Maar voor een restaurant is dat op zich niet heel hoog. En nog een derde horecapunt in Rookburg, dat is Zum Kohleschipper. Dat is een sandwichrestaurant waar je drinken kan halen, maar ook sandwiches met gegrild vlees. Ziet er ook enorm lekker uit. Naast Fly is er ook iets anders geopend hier in Rookburg. Dat is het hotel. Fantasialand's derde hotel. Dit is Hotels Charles Lindbergh. Dus je kan vanaf nu ook slapen. En dan heb je ook een aantal voordelen. Zo mag je, krijg je een ticket waarmee je één keer versneld toegang hebt tot Fly. Het hotel is wel geschikt van kinderen vanaf 8 jaar. Dat heeft ermee te maken, kinderen onder de 8 jaar worden niet toegelaten. Ook voor de achtbaan moeten de kinderen minimaal 8 jaar zijn. En dat is het hotel wat je hier kan vinden. Mocht je nou in het hotel Charles Lindbergh slapen, dan krijg je ook een ticket voor één keer versnelde toegang. Daar hebben ze ook al een ingang voor gemaakt. Die zit eigenlijk aan de overkant van de ingang. Die is nu gesloten. Maar ja, ik denk als dat systeem eenmaal werkt, dat je hier gewoon naar binnen kan. En dan kan je met de trap kom je in het station terecht. En we staan voor de derde keer in de wachtrij van Fly. Ik moet eerlijk zeggen, dit gedeelte van de wachtrij is niet super mooi. Het ziet er leuk uit. Alleen zodra jij je camera, je telefoon allemaal wegdoet, dat gedeelte van de wachtrij en na het station, dat ziet er echt prachtig uit. Jammer dat ik dat niet kan filmen. Maar dat is iets om zelf te gaan bekijken als jullie zelf zijn. Yes, Rookburg. We hebben vandaag 3 keer Fly gedaan en ik vind het echt een fantastische coaster. Een unieke ervaring, zoals gezegd, ik heb nog nooit een flying coaster gedaan. Dus dat was ook echt een apart gevoel eigenlijk als je erin zit. En vooral dat unieke gevoel, dat maakt Fly gewoon echt een fantastische coaster. Wel moet ik eerlijk zeggen, normaal heb ik bij achtbanen er niet zo last van. Alleen bij deze word ik wel wat duizeliger, dus dat was wat minder. Daarnaast vond ik wat betreft de thematisering is het ook echt fantastisch hier. Het gebied ziet er prachtig uit. De achtbaan is ook weer redelijk goed verstopt zoals we gewend zijn bij de attracties van Fantasialand. En ook in de wachtrij. De wachtrij ziet er eigenlijk super goed uit. Het eerste gedeelte als je daar binnenkomt, dan denk je, ja, dat valt wel mee. Het is niet super. Maar zodra jij bij het bagagesysteem komt en al je spullen eigenlijk wegdoet, vanaf daar ziet het er echt super mooi uit. Je moet ook door een metaaldetector heen, dus daar word je gecheckt of je al je spullen eruit hebt. Maar ook dat ziet er wel prima uit. En eigenlijk het station, dat vind ik nog het meest indrukwekkende van de hele achtbaan. Dat ziet er echt super cool uit als je die achtbaan gewoon zo zijwaarts binnen ziet rijden en daarna in het beugelsysteem stapt. Wat betreft comfortabelheid, ik heb zelf nergens geen last van. Ik vond hem echt comfortabel zitten. Ik zou bijna zeggen, ik herken het niet als voorkomen achtbaan. Maar ik had nergens last van. Je moet je benen eigenlijk in een soort voetensteun klikken. En vervolgens krijg je een
beugel over je schouderbeugel. Je kan het een beetje vergelijken met de beugels die je onder andere ook in de Python ziet. En in de Speed of Sound, een beetje de nieuwe generatie beugels van Vekoma. Ik zelf vind het prima zitten. Ik weet natuurlijk niet als je wat langer of wat forser bent of het dan ook zo comfortabel is. Maar ik had nergens problemen mee. De minimale lengte van deze achtbaan is 1,30 meter en de maximale lengte is 2,05 meter. Dus ook voor veel wat langere mensen is Fly weggelegd. Want meestal is het rond de 1,95, 2 meter kan je er niet in. Maar bij Fly is het dus 2,05 meter. Dus ik denk voor de wat langere mensen dat ze hier ook echt zeker in kunnen. Wat ik ook tof vind aan deze achtbaan is het bagagesysteem. Ik heb het al laten zien. Je krijgt een mooi bandje wat ook goed zit. Want bij de meeste achtbanen heb je vaak een bandje wat niet goed sluit. En dan is het niet zo, dat geeft mij niet zo veilig gevoel eigenlijk. Maar hier heb je gewoon een bandje, dat zit goed, je krijgt hem goed mee. En je hebt een kluis die je makkelijk kan openen, je spullen kan erin doen. En je kan ook nog eens opzoeken welk nummer je hebt. Dus dat vind ik echt een geniaal systeem. Ook de softopening, hij is donderdag geweest. Je zou eigenlijk nog wel wat dingetjes zien. Maar eigenlijk heb ik die niet gezien. Ik zie wel een paar dingen wat betreft details die ze niet zo heel goed hebben afgewerkt. Maar ja, goed, zo be it. Zo kan je bij elk park wel wat vinden. Maar kortom, het is echt een fantastische uitbreiding van Fantasieland geweest. Dus mocht je hem nog niet gedaan hebben, doe hem dan zeker. Uiteraard natuurlijk reizen we alleen naar Fantasieland als het mag. Bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland en Noord-Holland zijn momenteel aangemerkt op code oranje of code rood noemen ze dat hier in Duitsland. Waardoor jij, als jij hier naar Duitsland toe komt, je of een negatieve test op corona moet hebben of 14 dagen in quarantaine moet. Dus weet wel dat als je hier naartoe komt. Als deze video online komt, geldt alleen Noord- en Zuid-Holland. Het kan ook zijn dat er meerdere regio's in Nederland aangemerkt daarvoor zijn. Dus check die informatie wel. En hou je wel gewoon aan de regels. Ik kom zelf niet uit die provincie, dus voor ons, wij mochten gewoon naar Duitsland rijden. Anders had ik dat wellicht ook niet gedaan. Dus ik ben ook super blij dat we dat wel hebben mogen doen. En ja, ik snap als je ergens uit Noord-Holland of Zuid-Holland komt, dat het nu wel echt vreselijk balen is. Maar dat maakt eigenlijk het gevoel om in Fly te gaan alleen maar sterker. En sorry ook voor de beelden als ik te veel gesproeid heb. Maar ja, goed. Ik ben er in ieder geval super enthousiast over. En ik weet zeker dat jullie dat ook gaan zijn. En hiermee sluit ik mijn video af vanuit Fantasieland. Vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer ook zeker op mijn YouTube kanaal. En volg mij ook op Instagram, Twitter en TikTok. En dan zie ik jullie weer in de volgende video.